Goedenavond, beste kijkers. Welkom in de Winketkaai voor deze wedstrijd tussen Kangaroos Basket Mechelen en House of Talents Utrecht Spurs. Mijn naam is Robby Kraps, ik ben jullie commentator van dit. En zo steeds vandaag weer bijstaan door een kop. En vandaag Wim Poelvaas. Goedenavond, Wim. Goedenavond, Robby. Wim, vertel wat verwacht je van de wedstrijd? Ik verwacht eigenlijk een wedstrijd op scherp van de snee. En ik hoop dat alle afwezigen in de Winketkaai ongelijk krijgen. Want als ik goed ben ingericht, hebben beide ploegen twee matchen gewonnen. Kangaroos hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. We zitten helaas allebei relatief onderaan het klassement. Maar toch verwacht ik een heel spannende wedstrijd. Ja, absoluut. Ook twee ploegen die zichzelf doorheen deze competitie een beetje aan het worstelen zijn. Kortrijk met een zeer goede start. We hebben zeer goed aan de competitie gestart met een overwinning tegen Brussels en een tweede overwinning. Het gaat me nu even tegen. Jij me kan bijstaan, de tweede overwinning van Kortrijk was tegen. Ik weet het niet, tegen. Tegen Aalst, ja. Ook heb je Aalst thuis tegen Aalst. Maar daarna toch ook hervallen in twee nederlagen op Limburg en tegen Oostende. Vervolgens ook redelijk wat pech gehad in de bekerwedstrijden. Voor twee wedstrijden uitgeschakeld door Luik. Na een 73-73 uitslag thuis en een 81-80 nederlaag in Luik. Dus ja, op twee wedstrijden hadden ze slechts één puntje tekort in die wedstrijd. Dus ja, toch, dat kan toch in de kleren kruipen, denk ik dan. Anderzijds heb je bij Kangaroos toch ook het gebrek aan flow. Nog duchtig op zoek naar het goede ritme, naar het basketbal dat coach Christophe Michiels verlangt. Dus beide ploegen die zeker nog zoekende zijn, maar niet al te min met de beste intenties aan deze wedstrijd zullen starten. Bij Kangaroos kan je misschien nog het excuus inroepen dat het nog een relatief nieuwe ploeg is, met enkele oude vaste waarden. Ik weet niet in hoeverre dat ook geldt voor nieuwkomer Kortrijk. Ja, Kortrijk zetteren vooral op nieuwe recruten. Ze hebben een aantal zeer goede Amerikaanse spelers binnengehaald, zoals een Jaden Garner, een Paul Atkinson, Jamarius Burton. Dat zijn allemaal nieuwe jongens die zijn binnengehaald. En we kunnen toch wel stellen dat de recruiting van Kortrijk op vlak van Amerikanen een succes is. Ze halen die jongens binnen om meerwaarde te betekenen en dat doen ze zeker en vast. En ze worden bijgestaan door een aantal jongens die toch ook wel al hun strepen verdiend hebben in eerste klasse, waaronder een Seppe Despalier, die zich terug aan het ontbolsteren is na een iets mindere periode in Antwerpen. Ik vind die er ook beter zijn ritme nu terug binnen Kortrijk. Over recruiting gesproken, daar knelt het schoentje toch misschien een beetje bij Kangaroos, als we dat zo kunnen stellen. De Amerikaanse jongens die daar nog niet in hun ritme zijn, waar men toch meer van had verwacht na twee boerenjaren wat recruiting betreft met een Brian Fobs onder andere. Ja, want als ik kijk naar de statistieken, oké, we hebben nog niet veel wedstrijden gespeeld bij de Amerikanen van Kortrijk. Die jongens zitten qua punten wel allemaal in de dubbele cijfers. Ja, absoluut. Ik zie ook dat Perry start bij Kortrijk. Die heeft nog maar één wedstrijd gespeeld. Heeft toen wel 30 minuten gespeeld en was al goed voor 17 punten in die ene wedstrijd. Dus misschien kan dat dan wel opnieuw een sterkhouder zijn bij Kortrijk. Ja, absoluut. Was enkel de eerste wedstrijd actief tegen Brussels. De inmiddels vierde leider van deze competitie. Dus benieuwd wat hij vandaag zal brengen hier in de Winketkaai. Bij Mechelen zie ik op het vlak van de starters geen verrassingen eigenlijk. Klopt. Mukubu, Brandwijk, Augustas, White en Matthias Balings. Voor de volledigheid, Kortrijk start met Gardner, Atkinson, Burton, Perry en Poudet. Okay. Meteen Burton,
niet twijfelen, 1 meter achter de 3-puntlijn en knallen, zegt hij. Meteen Augustus aan de bal. Topscreen, wel volledig open. Wide open en bam. Ja. Heerlijk. Dan moet je vast de waarde van Mechelen-Mokoumou natuurlijk ook niet geven. Ja, maar daar zag de defense er toch meteen zeer slecht uit. Rotatie op het balscreen ontbrak. Rotatie op de corner ontbrak. Dat moet beter. Ja, goed defense hier van White. Had dat goed doorlezen. Dan hebben we Augustas, kan tempo maken. Inside, ja, naar boven. Ja, tuurlijk. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld ook een van de plantjes van coach Michiels om de body van de Augustas uit te spelen tegen Poede. Absoluut. De kracht zit in zijn benen. En die reageert meteen met een driepunter. De game is on. Dat gaat toch ook weer veel te makkelijk. Die bal raakt zomaar inside. Dat zijn 3 offenses van Kangaroos. Dat zijn 3 scores. En ik moet zeggen, ik vond dat nog niet eens snel gespeeld. Absoluut. Maar zoveel te beter voor de Mechelaars dan, zou ik zeggen. Ja, wat me opvalt, bij de ploegen die niet gestart zijn met de meeste intensiteit in defense. Kijk, andermaal de bal die vlot inside gaat, weak side cut. En Brandwijk volledig open. Voilà, en het alsjeblieft. 3 punten van Brandwijk. Ze krijgen hier veel ruimte aan de 3-puntlijn tot hiertoe. Behalve daarnet dat shot van Burton, dat laatste. Gardner. Atkinson in de post-up tegen Matthias Palings, dat is Beuken. Goed weghouden van het doel. Ja, Matthias Palings die me daar toch een voordeel in body lijkt te hebben. Zal je niet zomaar opzij zitten als Atkinson zijnde. Kijk, die. Ik wou net zeggen, in de corners zijn ze open voor het 3-puntschot. Heeft gemist, was andermaal die post-up van sterke rebound. Ja, die Gardner, daar heb je niet mee gedaan. De jongen die elke wedstrijd dicht tegen de double-double haalt. Haalt dubbele digits rebounds, dubbele digits in scores. Een heel energieke speler. En daar heb je Mukubu. Flipperkast, maar Kortrijk gaat er mee aan de haal. Door. De fout van Walter White. Ja, zoiets zal Mukubu niet vaak laten liggen, hoor. Vervanging Lightfoot komt in voor Palings. Ja, Lightfoot, een jongen waarvan je mij voor de wedstrijd toch vertelde dat je er iets van verwacht vandaag. Ja. Zijn eerste wedstrijd kon hij het publiek bekoren met spectaculaire dunk, maar die hebben we sindsdien eigenlijk niet meer gezien. Ja, we spreken hier goed over Aaron Lightfoot. De balmoment intussen bij Kortrijk. Ja. En andermaal Jamarius Burton met de punter. En zo zie je maar, ze staat hier 10-11 ja, voor Kortrijk. Zoals ik vermoed had, een close game. Ja, dan moet je nog stellen dat Kortrijk momenteel niet goed aan het verdedigen is. Ze laten vrij veel toe defensief. Ze zijn vooral aanvallend aan het denken in hun aanvallende patronen. En verwaarlozen een stukje hun defense in mijn ogen. Dus we willen hier vooral een aanvallende partij van maken met veel scores. Zou de tactiek van coach Michiels zijn om de grote jongens fris te houden. Palings die een
toch wel een degelijke job deed, die op de bank zit nu. Zou dat de strategie zijn om de tegenstrever af te matten? Kan zeker, kan zeker. Je weet dat Kortrijk misschien iets kleiner in rotatie zit dan Kangaroos. Toch vooral steunen op de spelers die hier op het terrein staan. Mooi defensief werk van Lightfoot. Nu, anderzijds op je vraag te antwoorden. Je wil als coach natuurlijk ook dat iedereen van je team in de wedstrijd zit. En dit kan ook een manier zijn om Lightfoot in die wedstrijd te krijgen. Kijk, daar heb je hem in de post tegen Atkinson. Ah, goed werk in de post. Dat heb ik hem de afgelopen wedstrijden niet zien doen. En nu terug, dat is wel mooi. Absoluut. Dit is een van de werkpunten waar hij op de trainingen bij coach Michiels heel hard aan werkt. Moet inside dominanter worden uit die postplay. De bal gaat terug naar Atkinson. Hij moet altijd terugdraaien naar zijn rechterhand. Dat is opvallend bij Atkinson. Elke actie inside moet hij terug naar zijn rechterhand. Dus als je goed op die linkerzijde verdedigt, zoals Lightfoot nu deed, dan breng je hem in de problemen. Dus die is ongetwijfeld gescout, moet je niet aan twijfelen. Nu heeft Lightfoot wel een fout aangesmeerd gekregen. Hij is al een beetje uit zijn kolom geweest zijn bij het verdedigend werk. En overleg bij de jongens van Kangaroos. Misschien nog een idee om ook de spelers van microfoons te voorzien. Altijd leuk voor het publiek. Creatief idee. Ja, en Atkinson op de vrij voor het plein, krijgt zeker. En Mokobo brengt. Meteen inside daar aan de Brandwijk. Oh, dat is waar ik over sprak. Dat zijn de eerste twee wedstrijden. En daarna werd dat niet meer mogelijk door een sterke defense. Maar als ze dat gaan toestaan, dan wordt het voor het publiek en voor ons ook natuurlijk een leuke avond. Maar meteen tegenreactie van Burton. Dat was ook te makkelijk. Die was in de. Ja, die Burton zit meteen goed in de wedstrijd. Ja, en terug, maar nu natuurlijk moeilijker. Ja. Oeh, en dat was zaalvoetbal. Dat was een hakje zoals bij zaalvoetbal. Wij zitten nu heel ver af, maar wij konden het toch goed van hier zien, denk ik. Nu, dit zullen ze toch moeten aanpassen, denk ik. Ja, oké. Dat kon onmogelijk anders. Ongelooflijk. Het geeft ons natuurlijk minder om over te vertellen. Hij gaat naar Perry. Is op het veld gekomen. Atkinson komen vervangen. Heb je Domin Loubry. Gaat naar Wenmukubu. Goede slip van Brandwijk. Bal kwam net niet toe. Dan staat het hier 16-14 met nog 3 minuten 44 op de klok. In het eerste kwartier. Fout van Augustas op Perry. Ik krijg daar veel tijd om te shot. Dat ik geen twee keer laten liggen, denk ik. Dat was nogthans een gevaarlijke. Die pas naar de corner was niet zonder risico. Het is ook wel een stukje een kwaliteit om de passen te kunnen geven. Hè? Want het is heel vaak staat, dat de speler zijn verdediging behelpen. Dus op elke dive van op een ballscreen is dat een speler die komt roteren. Dus als je die rotatie uit die paint wil, moet je af en toe die crosspassen kunnen geven naar de corner. Dan doe je die verdediging meer uit die paint. Tamme komt erin voor Augusta. En zo krijgen we ook
Despali op het terrein. Komt goed even vervangen. Goeie drive van Dammen. Ah, oh, gemist. Ah, 3 tegen 10 daar. Despalier 3 tegen 1. Ja, mag je laten liggen. De 2 inval. Pech. 14. 3 minuten op de klok. Einde van de eerste quarter. Heb je de horn set? Weer vrij makkelijk en weer een dunk. Niet zo spectaculair als het vorige keer. Met die vista van Wenmukubu. Heel rustig aan het spelen. Leest de defense perfect en weet dan perfect die man te vinden inside. Dat noemen ze ervaring. Ja, voilà. En nu kan hij zelf. Ik zou eerlijk gezegd, ik vind het tot hiertoe van Wenmukubu een feilloze partij eigenlijk. Absoluut, speelt sober. Gaat niet in overact, gaat hervalt ook isolation play zoals we hem de laatste wedstrijd een aantal keren hebben zien doen. Dus momenteel heer en meester, werkt af wat hij moet afwerken, geeft assists aan. En is de koning van de assists. Absoluut. En zoals ik in het begin van de wedstrijd al aangaf, Kortrijk die er vooral een aanvallende partij wil van maken, maar intussen wel al 20 punten weggeeft na amper 7 minuten basket, dat is toch heel veel. Zij zullen daar toch moeten een oplossing op bedenken. Het lijkt me dat ze vaak problemen hebben op hun ballscreen defense, waar ik Augustas al meer dan 1 keer in de paint heb zien geraken, waar ik Mukuku hier met makkelijke passen naar Lightfoot zie geven. Daar is toch... Daar moeten zij toch iets aan doen. Voor het publiek hebben ze iets nieuws aan toegevoegd. Niet alleen meer het shot van de middenlijn om een reis te winnen, maar blijkbaar ook de jeugd. Die nu mogen 3-punters komen schieten. Gurley komt op het terrein bij Mechelen. Ja, Dammen die dan meteen druk probeert te zetten op Burton. Aanvallend screen. Van Bruyse. Lijkt me een correcte call te zijn van Scheids van der Rijden. Weinig op aan te merken. Een goede balmovement. Ja, Dammen voor 3. Het valt me echt op dat tot hiertoe, zoals we daarnet zeiden, dat Wenmukubu in een sobere, dienende rol speelt vandaag. Hij heeft nog geen gestalte gemaakt om te penetreren tegen 2-3 verdedigers. Nee, maar zo hoort het ook, hè. Zo hoort het ook. Van beide starten. Zij proberen iedereen te betrekken, de ploeg op sleeptouw te nemen op die manier. Een goede pas van Luki. Kijk, dat mag je nooit. Doen wat Gurley daar deed, die bal krijgen en dribbel zetten en dan niet weten wat je met je bal gaat doen, dan loop je jezelf vast. Sterk werk van Lightfoot.
14. Kijk eens dat hier op Kousenpoeten aan het weglippen is. Oh, nogmaals Burton. Ze blijven geloven in die dribbel. Shots, gestript. Dat was wel een goede rebound van de Ridder. Ja. Absoluut. We hebben Atkinson die Gardner komt vervangen. En Perry, die aan zijn derde wedstrijd zit, heeft al samen mee met anderen de meeste minuten genomen. Ja, absoluut. Hier. Kijk, hier word ik nu gek van. Hè. Gurley die geen enkele moeite doet om daar de post-up van de Ridder tegen te houden. Die dan maar een fout op maakt en dan nog vol onbegrip naar de ref kijkt. Omdat hij niet weet wat hij fout heeft gedaan. Ja, dat begrijp ik niet. Breng eerst effort, haal die man uit de paint. En klaag dan over iets anders, maar niet op die manier. Kijk, kijk, andermaal Gurley. Andermaal Gurley daar ligt te slapen. Onbegrijpelijk. Ik kijk meteen naar coach Michiels. Brandwijk gaat op het terrein, maar niet. Ja, toch ja, wel op ja, Gurley. Ja, 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 dat zou logisch zijn. Tuurlijk. Maakt hier twee vermijdbare fouten. En tweemaal met een volledige lek aan defense. Nu, als je iets begrepen hebt van de filosofie van coach Michiels, is dat alles sterk met defense. Dus, ik wou net zeggen, ik heb coach Michiels al bozer gezien als een speler op korte tijd twee keer dezelfde fout maakt. Ja, je ziet dan een stukje berusting. Oh, mooi, mooi. Ja. Een onderrondje onder de twee guards. Ja, kijk, het is ook positief. Hè? Meteen het even vieren van de vijf spelers op het terrein van die scoren. Alle spelers die bij elkaar even de high five komen geven, dit is heel belangrijk. Dit zijn kleine signalen die je als coach oppikt en waarvan je merkt dat de vijf spelers die nu op het terrein staan voor elkaar door vuur gaan. Bonus wordt wel gemist. Ondertussen vergeet te zeggen dat Koeken op het terrein is gekomen. Ja, die Burton. Moeilijk schot. Toch succesvol. Ja, dan gaan ze hier toch hun handen mee vol hebben. Krijgt wat mij betreft iets te veel vrijheid nog. Ja. Zit volledig in de wedstrijd. En hij heeft zelfvertrouwen om die shot te nemen terwijl hij niet meer in balans is. Die fadeaways. Oké, klaar. Voor Mechelen. Inderdaad, 24-17. 24 punten teken. Hoe nog altijd iets te veel. Alleen als ze het iets beter hebben gedaan na de time coach Big. Dat is alvast positief, maar ja, ze moeten het defensief toch beter doen. Aan dit elan breng je Kangaroos richting de 96 punten. Ja, dan win je hier de wedstrijd niet. En aanvallend heb ik bij Kortrijk vooral individueel sterk werk gezien en bij Kangaroos toch eerder team effort. Ja, absoluut. Collectief zat beduidend beter bij Kangaroos Basket Mechelen vandaag. Even voor de volledigheid. Bij Kortrijk hebben we momenteel Burton al met 10 punten. Wordt gevolgd door Poede met 3, Gardner met 2. De kant van Mechelen hebben op dit moment Lightfoot met 8 punten. Augustas 6, Mukubu 5 met 5 rebounds en 2 assists trouwens. Dus Mukubu absoluut in die dienende rol. Brandwijk met 3 punten en Palix met 2. Kijk,
zie je ook. Hè. We hebben hier even de stads erbij genomen. Dan merk je ook dat Kortrijk op dit moment slechts één punt van zijn bankspelers heeft gekregen. Ja. Wat toch een opvallende statistiek is, waar dat bij Mechelen 8 punten zijn. Dus procentueel gezien krijgt Mechelen 33% van zijn punten van de bank. Waar dit bij Kortrijk slechts één punt is, dat is te weinig. Hè. Dus als we daarnet spraken over het doorroteren van coach Michiels en het tempo in die wedstrijd hoog proberen te houden, heeft dat er ongetwijfeld mee te maken. En je weet dat Kortrijk daar iets minder diep in rotatie zal kunnen gaan. Ja, de Mechelaars maken ook 4 punten op valsbreak en hebben 6 punten aan de turnover van de tegenpartij. Absoluut. Laatste statistiekje nog. Kangaroo is op dit moment al 7 assists, Kortrijk 1. Dat vertaalt zich volledig in jouw opmerking over het collectieve spel van de Mechelaars op dit moment. Tammen die daar net iets te veel in de borst van zijn verdediger ging leunen. Niels van den Einde komt op het terrein voor Augustas. Heb je Koeken terug. Gaat naar de Rieder. Die staat tegen Brandwijk. Kan hij ook Brandwijk opzij zetten? Oh, sterk werk. Ja. Sterk werk van de Rieder. Weet niet te scoren, maar knap gespeeld die post-up. In vergelijking daarnet met Atkinson kon hij wel naar zijn linkerhand gaan. Ja, ik was even naar die laatste actie hier aan het kijken. Alweer een ballspin defense die er echt niet goed uitzag langs de kant van Kortrijk. Veel te veel ruimte. Bal ging daar veel te vlot naar Matthias Palings. Hier kon je nu ook de call gegeven hebben. Kijk, Atkinson moet echt naar zijn rechterhand. Hij moet naar zijn rechterhand. Ja, hij moet naar rechts. Je gaat hem hier op links niet veel scoren vandaag. Hij is heel erg aanvankelijk van zijn rechterhand. Spelers en coach van Mechelen claimen een loopfout. Dan maar eraf voor Wengel Kubu. En wat die loopfout betreft, ik vrees dat men het bij Mechelen aan het rechte eind heeft. Beurten krijgt nu toch ook wat rust bij Kortrijk. Govert Liekes, de trouwe veger, de swiper van Mechelen. En Atkinson kan er nog eentje bij duwen. Ja, brengt de stand op 26-20. Kijk, ja, weer een ballscreen. En hoppa! Ah, Matthias Palings die deze keer weer te missen. Het leek alsof hij aan het wachten was tot er een verdediger kwam. Hij is daarvan met het shot. Nou wordt gemist. Twee guards op het terrein. Naar de corner. Kortrijk op deze manier blijft verdedigen op die grote jongens. Dan eindigen straks Lightfoot en Palings allebei dubbele cijfers. Ik vind Palings zijn voetenwerk en mobiliteit eigenlijk steeds beter worden. Zo'n grote jongen te zijn, absoluut. Normaal is hij ook heel trefzeker op de vrijworpenlijn.
Walter White is voor Mechelen ook op het terrein gekomen. De Nederland aan het zoeken is om Atkinson te vinden, lukt het niet. Heb je versnelling van Poedet naar de basket. Dan loopt hij echt de pletter tegen Matthias Palings. Super, zijn het oneens met deze call. Ja, dat lijkt me nu toch ook wel dat Poedet die bal nog tegen Matthias Palings wist aan te gooien. Dus ik begrijp de reactie van de Kortrijk supporters. Andermaal lopen, voilà ze. Ja, met een gelukje. Ja, maar Mokobo bediend. Ja, met een gelukje. Mokobo leest het spel. Hoe vaak hebben die grote jongens, zoals ik net zei, Lightfoot en Palings, hoe vaak hebben die nu al alleen op die basket gestaan? Daar is niemand. Daar is verder niemand in die bucket. Die grote jongens worden gewoon niet gebumpt, maar laat die gewoon zo met de paint inschappen. Ja. Kijk, 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 Lightfoot. Oh, oh, oh. Kijk, voilà. Laat hem even positie nemen tegen dat Poedet. Kijk. Van den Einde met de fake. Mist een reactie. Ja. En Walter White met een putback. Nuttig werk. 32-20 inmiddels. Als het gewoon verder gaat, gaan de Mechelaars wel stilletjes wegslapen. Nu wel het antwoord. Poedet. Ja, dit had de wedstrijd nodig hoor. Reactie van Kortrijk. 32-23. Walter White loopt de baseline af van de corner. Oh. Toch is een solo actie van Mokobo. Ja, oké, okay, maar dit is een walk in the park. Dit is want dat was veel te makkelijk wat mij betreft. Niet bijzonder snel uitgevoerd. Met alle respect voor zijn leeftijd. Ja, maar hij is een beer van een vent, hè. Hou hem maar tegen als hij op hem afkomt. Oh, oh. Balverlies van Van den Einde. En punt van dit plaatje. Time-out. Ja, time-out van coach Michiels bij een score van 34-25. En Kangaroos die het wat mij betreft nalaat om hier de kloof uit te diepen. Want ik kan niet geloven dat Kortrijk met deze defense zal blijven spelen. Zij zullen iets moeten aanpassen defensief in hun plannetje. Want op dit moment wordt hier niet veel in de weg gelegd aan de grote jongens van Kangaroos. Ben je niet fysiek genoeg tegen een Wembukubo, laat je hem te makkelijk die drives pakken. En dan hebben we het nog niet over de gemiste shots van een Van den Einde en van een Dammen die toch volledig open stonden. En die dat ook niet zullen blijven missen. Dus mocht ik coach Begijn zijn, ik zou toch in een hartig woordje met mijn spelers spreken over hun defense. En hier of daar iets proberen aan te passen. Dat is iets wel wat me de afgelopen wedstrijden is opgevallen. Vandaag is het gelukkig niet nodig. Maar bij de Mechelaars, dat outside shooting, dat die moeilijk loopt. Ja, absoluut. En dat ze zelf weinig outside shots nemen. Hè? Ja. Ik herinner mij een statistiek op Limburg, waar ze 1 op 6 hadden geschot qua 3 punten. Perry terug op het terrein ook. Ja, maar die Gardner die toch op de bank blijft zitten, dat verbaast me toch een beetje. Ja. Gardner, toch een jongen die aan 17,7 gemiddeld zat per wedstrijd. Zelfs 18. Dat is meer dan 18. Ja, meer dan 18. Kijk eens. Je ziet wat onbegrijpelijk dat je hem nu op de bank houdt.
defense hier van den Einde. Daar goede druk op Boede. Nu 3 seconden, er moet naar boven gegaan worden. Rebound Brandwijk. Even was Atkinson alleen in de paint, maar ligt goed. Gurley krijgt opnieuw een kans, gaat invallen. Ik dacht, hij gaat er veel te gemakkelijk door. Oh, Walter White. Hij gaat gemakkelijk door. Brandwijk wordt vervangen door Gurley. En van den Einde gaat er af en aan goed als er terug. En bij Kortrijk Pouedé. Burton is erop. Gartner komt terug op het terrein. De Amerikanen die gestart zijn bij Kortrijk staan nu allemaal terug op het terrein. Okay, Perry in actie. Kan over Perry niks negatiefs zeggen, maar aanvallend hebben we hem nog niet gezien. Een stuk nog niet voorgekomen. Ziet daar Burton toch wel een stuk agressiever verdedigen op Lightfoot nu? Ze willen geen. Maar ze willen vallen. Jongens, kan je het houden? Ja. Lijkt me logisch. Eraf. Kortrijk niet akkoord met een beslissing, maar het is me even niet duidelijk waarvoor. Geen shots verdiend. Ja, daar gaan we toch ook niet over uitspreken. Het zal Augustas worst wezen. Ja, absoluut. Wat de anderen ervan denken. 38-25, 13 punten voorsprong. Voor Kuipers Basket Mechelen en een nieuwe stap van Augustas. Nou, twijfel niet hoor. En coach Begijn die een nieuwe time-out heeft aangebracht. Ja, time-out. Ja, het lukt momenteel niet lekker voor Kortrijk. Nee. We hebben geen defensieve stabiliteit, hebben het moeilijk tegen dit Kangaroos. En ook aanvallend heb je toch een aantal spelers die er niet doorkomen. Zoals je zegt, die Perry verwachten we toch iets meer van. Ja? Atkinson iets te beperkt op mij, of zijn rechterhand lijkt mij. In die Gardner die nog niet in de wedstrijd zit. In die eerste wedstrijd die Perry heeft gespeeld, kreeg hij 30 minuten. Nu vandaag heeft hij ook niet weinig minuten gespeeld, maar dan was hij wel de tweede score. Hij had 17 punten, dus ik neem aan dat hij bij de topscorers behoorde in die eerste wedstrijd. En nu is hij aanvallend eigenlijk onzichtbaar. Nu, de wedstrijd is dat kan in de tweede helft nog totaal anders zijn. Absoluut. Maar toch, als je ziet dat je op dit moment 4 punten krijgt van Atkinson, 2 punten van Gardner en zelfs 0 punten van Perry, dat is op dit moment te weinig. Wetende dat je bij Kortrijk toch wel heel hard afhankelijk bent van die punten, dat je
Je hebt daar geen Matthias die het spel kan trekken, dus je bent wel van die jongen afhankelijk. De coach houdt voorlopig wel het vertrouwen in hen, want alle Amerikanen op samen met Despargé. Ik wou net zeggen, Augustas feilloos van op de Vrijburgplein. Kan je aanpassen naar haast feilloos. Koué op het terrein voor Despa. Burton, hoppa. Ja, dat leek de defense van Kangaroos er toch ook even niet goed uit. Twee makkelijke punten nu voor Burton. Zal me verbazen dat hij niet gaat laten liggen. En derde fout voor Gurley. En hij gaat verhaal halen bij de scheidsrechter. Dus ik neem aan dat hij een brandwijk komt op het terrein. Ja, een zeer ongelukkige partij voor Gurley tot dusver. Zijn tijd. Doen hier niet vaak spelers die dermate in tijd nemen. Mist de eerste wel. Ik dacht dat hij even naar de kleedkamer ging. Om te bezinnen. Kan hij binnen 3 minuten doen. Het lijkt nu alsof hij een vrijworp gaat schieten in de finale. Een paar seconden voor het einde. Ja, maar het is niet onbelangrijk om daar even de rust voor te nemen. Je hebt die tijd, die zie je vaak ook in de jeugd, dat spelers die heel snel willen shotten. Je hebt daar tijd voor. Ja, alleen in de paint. Andermaal de grote jongen van Kangaroos alleen gelaten. Ondertussen toch ook alleen een 40-26. Nou, Perry gaat nu toch iets moeten doen daar. Pas naar Gardner, ja, wordt ook gemist. De mismatch was tegen Loubri, was wel goed gezien van Perry. Het is natuurlijk altijd de beste stuurlui staan aan wal. Ik verwacht aanvallend toch initiatief van Perry. Voilà, daar heb je hem. Voilà. Hup, de fadeaway. Ah, oh, wordt gemist. Maar het initiatief was er al. Ja. En het was de eerste keer, denk ik. Dan zijn we daar net niet goed gelukt. Jeromien Loubri nu terug. Moeilijke actie, gemist ja. Dan ook. Brandwijk stond open. Misschien... Een goede transitie van Kangaroos. Halen volledige tempo uit die offense. Ja, 41-26 intussen 15 punten voorsprong voor Kangaroos. Dit ga je toch moeten proberen te herleiden naar binnen de 10 punten. Kortrijk zijnde wil je met een iets wat ontspannen gevoel de rust ingaan. Maar ja, het helpt natuurlijk niet als je Mokoumou zo laat schieten. 43-26. Beurt een andermaal. Gardner. Goede. Ja, dreigend, maar ja, toch wel. Toch met de drive. En de snelle call van Scheids de Lange. Palings komt erin voor Lightfoot.
Ja, Lightfoot is tot dusver een verdienstelijke wedstrijd. Hè. Krijgt daar goede ballen in de paint. Weet ze ook elke keer af te werken. Leest het spel goed. Meteen een fout gefloten tegen Palings. De kangaroes zitten natuurlijk ondertussen al met 5 ploegfouten, dus worden het nog 1,5 minuut shots voor de tegenpartij. Oh. Dat is een eigenaardige vrijworp van Bruyssen. Dat zal niet. Leed die bal nu weg? Of? Ik denk van niet, eerlijk gezegd. Dat gaan we meteen zien. Oh, nee. Ongelooflijk. Allee, hoor. Ja. Ik heb al gekke dingen gezien, maar dat heb ik nog niet vaak gezien. Ongelooflijk. Straks is iemand nodig om een fout. Weet je niet of je de fout kan maken. Kortrijk gaat daar toch iets moeten op vinden, want ik heb daar net over, is daar straks over de shooting. Aanvallende fout. Ja, van Burton. Burton die daar Loubry tegen de grond wist te werken. We waren daar straks aan het praten over Mechelen die de afgelopen wedstrijden ook niet veel shots namen outside van afstand. Of niet de kans ertoe kregen, maar vandaag is dat zeker wel het geval. Ja, het zijn echt open shots, hè. Ondertussen ook een 20 punten voorsprong voor de Mechelaars. Paul die even vastleek door die... Oh, sterke rebound. Sterke rebound van Brandwijk. Er is niks in de weg gelegd. Nee, ze laten Brandwijk ook tot daar komen. Stap buiten. Ja. Dan wil Perry initiatief nemen om naar de basket te gaan en dan staat hij buiten. Goh. Kijk naar die bank van Kortrijk, daar is volgens mij wel op. Werk nodig van coach BG met de rust. Het lijkt wel op ze de wedstrijd nu al hebben laten varen. En toen ik hier arriveer. Mij aan een hete wedstrijd, om het zo te zeggen, want ik zag de supporters met de trommels en ze waren buiten al aan het zingen, maar ze zijn toch een beetje stilgevallen. Ja, maar hier word je natuurlijk ook niet vrolijk van, hè? Nee. De kop naar Mechelen, omdat je denkt van we gaan daar... We maken een kans. We maken een kans, we gaan daar onze derde overwinning van het seizoen gaan halen. Absoluut. We gaan daar die teleurstelling van de uitschakeling in de beker doorspoelen. Maar dan sta je hier na 20 minuten op een 20 punten achterstand aan te kijken. Ja. Beide ploegen konden een overwinning gebruiken en voorlopig, de wedstrijd is nog niet gedaan, maar voorlopig trekt Mechelen aan het langste eind. Ja, er moet altijd in de tweede helft nog gespeeld worden, ja. Maar er zal met de er zal bij Kortrijk met de rust toch eens duchtig moeten doorgepraat worden. En er zal toch wel een tactisch plannetje moeten volgen, want op deze manier... Niks is onmogelijk, maar meer dan 20 punten eerst goed maken, dat gaat ook energie en kracht kosten natuurlijk. Nog 8 seconden. Bij elke fout zijn het vrijworpen natuurlijk. Ja, dat zijn vrijworpen. Ja, men gaat toch iets moeten bedenken bij Kortrijk in defense. Hè. Al is het eens met een zone proberen. Ja. Al is het maar om die grote jongens of die rebound iets beter te gaan controleren op die manier. Je moet toch iets doen, denk ik. Absoluut. Gardner had daar net het spel goed gelezen door zijn positionering. Ja.
Ja. En nog een time-out van coach Michiels. Met 3 seconden op de shotklok. Ja, had die time-out nog, dus waarom niet? Je kan het maar gebruiken om er nog iets mee te behalen. Coach Michiels is sowieso niet ontevreden zal zijn. Nee. Buiten Noah Gurley met 3 punten denk ik dat we... Dat Kortrijk bijvoorbeeld niet mag zeggen dat hun achterstand te wijten is aan de arbitrage vandaag. Want de fouten zijn mooi verdeeld over beide ploegen. Ja, absoluut. Maar je moet het niet verder gaan zoeken dan die defense van Kortrijk. Hè? Kijk eens, je had na de eerste quarter 24 punten weggegeven. Nu heb je al 26 punten in dit quarter weggegeven. Ja. Het is lang geleden dat ik de centers van Mechelen zo open... gezien heb in de bucket. En daarnet was er inderdaad wel een poging om Lightfoot daar na die 2 dunks uit de raket te houden. Maar dan is hij eraf gegaan en dan waren er andere jongens open onder de ring. Ja, en zolang dat je die stops niet hebt, heb je ook die easy fastbreaks of die makkelijke scores niet aan de overkant. En dat verklaart dan ook waarom dat Kortrijk op het moment maar 28 punten heeft. Als ze iets meer stops hebben of defensief een plantje iets beter in elkaar zat, dan valt automatisch een hoger score. Dan heb je een andere wedstrijd. Op dit moment scheelt het daar. Van den Einde gaat... Ja, ongelooflijk. Ja. Een lucky shot, maar het balletje werkt. Iedereen blij aan Mechels. Dat is nog even, sprak daar net over mentaal oplapwerk. Dat is even nog een kleine tik tegen de kin bij de tegenstrijd. Meer dan een tik, denk ik. 53-28 en zo zie je maar dat die time-out, ongeacht dat het misschien niet hetgeen was wat coach Michiels in gedachten had, toch opbrengt en dat je hem toch moet nemen. 53-28. Ik weet niet of hij die play in gedachten had. Misschien wel, maar het is goed uitgedraaid. Als coach moet je altijd ja zeggen dan. Ja. Ik heb ook niet opgelet of het van de middenlijn is en of Niels van den Einde of die nu een reis verdiend heeft. Dat weet ik niet. Had hij een ticketje gekocht voor de wedstrijd, denk je? Denk het niet. Ah, dat zal het niet het geval zijn. Nu goed, 53-28 ruststand. Bij Kangaroos zal men ongetwijfeld tevreden zijn. Lijkt mij een aanvallend en verdedigend correcte wedstrijd. Van Kangaroos iets waarop ze kunnen bouwen. En ook iets waarbij de hele ploeg betrokken is. He, misschien tekenend de score van den Einde nu. Dat ook hij zijn grantje meepikt aan het aanvallende spel. Maar bij Kortrijk, ja, daar zal iets moeten gebeuren. Daar zal iets moeten veranderen. Want op die manier worden ze gewoon naar de slachtbank gebracht. En dat moet je toch vermijden. Al is het maar met het oog op de volgende wedstrijden. Moet je toch vermijden dat je op die manier deze wedstrijd afrondt. Ze zullen toch uit een ander vaatje moeten tappen, denk ik. En het is ook niet dat ze aanvallend in de paint het hebben proberen forceren. Want ik stel bijvoorbeeld vast dat Wen Mukubu, die toch al veel minuten genomen heeft, dat hij nog geen fout heeft achter zijn naam staan. Nee, absoluut. Als je even naar de stats gaat kijken, zie je bij Kortrijk op dit moment Burton met 11 punten. Poedé met 6. En dan zitten we al bij Atkinson en Gardner met elk maar 4 punten op dit moment. Dus van die spelers verwacht je sowieso meer. Aan de kant van Kangaroos Mechelen hebben we Augustas met 14 punten. Lightfoot 12. Mukubu 9. En dan hebben we Paling 6. Brandwijk 5. En Van den Einde ook 5. Ja, andermaal blijven hetzelfde zien, ook in die stad. Mechelen had al 15 punten uit turnovers van Kortrijk weten scoren. Mechelen dat 17 punten van zijn bank krijgt. Dus dat is natuurlijk wel het verschil. Goed, dan gaan we er nu even uit voor de rust. En dan zien we elkaar dadelijk terug. Hopelijk voor een goede tweede helft van deze wedstrijd. Tot dan. Oké, tot ziens.
zijn we terug, beste kijkers. En zo maken we ons hier op voor de start van het derde kwartier tussen Kangaroos Basket Mechelen en House of Talents Kortrijk Spurs. Ja, Wim, wat verwacht je van de start van het derde kwartier? Komt Kortrijk hier met nieuwe moed uit de kleedkamer of gaan ze ten onder? Ik denk dat het niet anders kan dan ze met nieuwe moed op het terrein gaan komen. Bij Mechelen zijn er al een paar spelers in de dubbele cijfers. En de maximum score van een individuele speler bij Kortrijk is 6 punten. Dus ik denk dat die erop gebrand zijn om er nog een mooie tweede helft van te maken. Ondanks de wind zullen we zien. Gemakkelijk zal het niet zijn. Ik ben vooral benieuwd met welk verdedigend plannetje Kortrijk hier de tweede helft gaat aanvatten. Ik sluit het niet uit dat ze toch naar een zoneverdediging gaan teruggrijpen. Misschien niet in het begin van het derde kwartier, maar als ze merken dat ze toch geen controle krijgen over die grote jongens en over dat inside game, dan verwacht ik hier toch nog een zone te zien vandaag. Absoluut. En terug de Amerikanen op het terrein bij Kortrijk. Ja, dan zien we terug een Burton, Poedé, Gardner, Atkinson en Perry. Hup, meteen de diamond play. Ja, dit is gescout. Hè. Dit is volledig gescout door Kangaroos. Zie je meteen dat elk screen zijn eigen afspraken heeft. En zo kom je natuurlijk niet open als Kortrijk zijnde. Ja, absoluut. Ik verwacht echt wel, ik val misschien in herhaling, maar ik verwacht wel een initiatief van Perry. Die heeft veel meer in zijn mars dan hij tot hiertoe heeft laten zien. Daar heb je hem. Mijn woorden waren nog niet koud. Maar je kan toch ook niet zeggen dat hij bedankt voor het vertrouwen, denk ik. Nee. Kijk eens. Oh, wow. No defense. Hier word ik als coach nu bijvoorbeeld gek van. Van zo'n acties. Dat is ongelooflijk. Palings die eigenlijk geen enkele druk ondervond, terwijl hij misschien anderhalve meter van de ring stond, die het overzicht kon bewaren en gewoon moest wachten tot er iemand snijdt door de bucket. Maar van waar werd die inside pass gegeven? Dat was bijna van aan de middenlijn dat je een inside pass geeft. Hoe lang is die bal onderweg? Ja. En dan nog kan hij die bal rustig controleren en dan nog kan hij rustig kijken naar August als hij van de weak side kwam ingesneden. Dat is ongelooflijk. We zijn natuurlijk nog geen minuut verder, maar het is niet dat we de spelers van Kortrijk tot tanden gewapend agressief op het plein hebben zien staan. Op dit moment zie je geen enkel verschil defensief. Nee. En zo ga je zien dat Kangaroos hier na 51 seconden al meteen 5 punten laten optekenen. Ja, als je spreekt over lekker uit de kleedkamer komen. Ja, Oestas die blijft lekker scoren van op de vrijworpplein. Buiten die ene misser. Ja, terug de diamond play. Screen van Atkinson daar op Burton. Ja, en de fout van Augustas. Ja, die plakte me recht op. Maar screen die daar niet tijdig gecalled was. Moest zijn voetenwerk aangepast hebben, deed dat niet en Burton had het meteen gezien. Boedini ook in 1-on-1 tegen Dupree Atkinson. Oh, de linkerhand, maar mis. Ja, ging toch eens naar links? Ja. En je ziet dat ze hem daar die ruimte ook geven, hè? Oh, Domin. Ja. Dat is lang geleden dat ik Domin dat heb zien doen. Vandaag al de tweede. Dat wil toch zeggen dat hij, allez, hij heeft het vertrouwen natuurlijk, maar dat hij open staat. Want die kansen zijn er de afgelopen matchen niet geweest. Ja, dat klopt. Maar je bent maar zo goed als je tegenstander het toelaat. Hè. Ja. Dat is een waarheid als een huis. Als je die ruimte krijgt, als je dat vertrouwen krijgt, als je met zo'n goed gevoel de rust in kan, ja, dan geef je tegenstander vleugels. Ik hoop voor de wedstrijd dat ik ongelijk krijg, maar anders is er een beetje een afstraffing voor Kortrijk in de maak, denk ik.
Ik hoop dat ze hun hoofd kunnen omhoog richten en niet tot de kopjes gaan hangen. Wat me opvalt is een zeer rustige coachingstijl van coach Begin. Lijkt zich totaal niet druk te maken. Ik denk dat we ons een aantal coaches in eerste klasse voor de geest kunnen halen die nu al 87 tactics boards kapot hadden geslagen. Ja. 7 banken omver hadden geduwd en 33 stoelen in de tribune hadden gegooid. Mochten die er al staan natuurlijk, maar... Ik ken Begin niet goed genoeg als coach om te weten of hij op andere momenten misschien al bozer geweest is. Ja, dat is toch onbegrijpelijk, hè? En kijk, Kangaroos die van het momentum gebruik wil maken om meteen te gaan dubbelteamen en de druk op te voeren. Slim plantje van coach Michiels. Fout gemaakt op Perry, die nu wel het initiatief. Oef. Nog 9 seconden. Oh, ho, ho. Despalier komt er daar goed mee weg. En ja, Atkinson. Dit moet je hem niet geven. Met zijn goede recht. Ik ruimte op zijn rechterhand. Laat het liggen. Sterk ondanks. Ja. We hebben vandaag al een paar keer gezien, inderdaad. Die verre ballen naar de corner. En een paar keer heeft dat gelukkig uitgepakt, maar deze keer niet. Andermaal de diamond play. Daar in defense. Ja, Burton sterk. Sterke drive, linkerhand bij de basket. Ik verwacht misschien de hoek wat. Ja, doe maar afwezen. Ja. Voor een speler met zo'n statistieken. Ja. Heb je hem vandaag nog niet gezien. Klopt volledig. Slim van Brandwijk. Nou, ook goed werk hier van Lightfoot. Perizet. Ja. Oké. Misschien is Perry nu aanvallend, krijgt hij meer vertrouwen, is hij erdoor aan het komen. Dan gaat hij nog mooie dingen laten zien. Ja, maar het is allemaal de stops. Hè. Die Perry wat voor een actie had gemaakt, dat is een actie in transitie, waar hij zijn lijf naar de bal goed weet door te zetten. Als je die stops niet maakt in defense, dan kan je die jongens ook niet laten lopen en kan je hen die 2 tegen 1, 3 tegen 2 situaties ook niet geven. En ja, misschien is dat nu ook net wat een Gardner nodig heeft om in die wedstrijd te komen. Dus, Burton en nu. Despalier. Ja, de fout van Lou Brie met de schouder. Blijft voorlopig kleine 30 punten voorsprong voor Kangaroos Mechelen. Coach Begin roept de speler bij zich toch. Ja, Burton, op dit moment toch de enige die mij weet te bekoren bij dit Kortrijk. Meer verwacht, zeker van een Gardner. Lijkt me dat hij totaal niet in de wedstrijd zit vandaag. Hij zelf hield hem in de oog. Hij deed zelfs een poging om op die rebound te gaan. Hij liet Brandwijk ongemoeid. Ja, je weet de situatie ook niet. Hij is misschien een week ziek geweest of voelt zich misschien niet lekker. Zeker geen excuses in het leven roepen, maar... als je als Gardner zijnde zo'n statistiek kan voorleggen, is het haast onbegrijpelijk dat je op dit moment niet meer kan laten zien dan dit. Nog 7 seconden. Het initiatief moet genomen worden. Moeilijk shot van Mokugu. Ja. Uit balans en Kortrijk dat nu kan lopen. Post-up van Atkinson. Ja, goede defense van Lightfoot.
had het plantje volledig doorlezen. Brandwijk volledig open voor drie. Ik dacht even dat ze de laatste aanvallen Bokubu meer gingen zoeken, maar dat is gelukkig ook niet waar. En ze blijven collectief die open man ook in die corner zoeken. Isolation play van Perry. Kortrijk moet het toch wel al een aantal keer hebben van de jumper onder druk. Dat zijn gewoon noodoplossingen. Dat zijn noodoplossingen omdat je niet raakt als team. Weer Brandwijk in die hoek. Weer Brandwijk in die hoek. Oh, en weer er iemand voor Lightfoot. Ja, die Lightfoot die brengt wel veel werk vandaag. Naast zijn aantal kijkers staat daar alleen. Je had hier wel de rotatie daar van Gardner. Lightfoot had het wellicht niet gezien, maar Brandwijk deed zich aan in de corner. Ja, daar staat Gardner helemaal alleen onder de basket. Dat is zoals we daarnet het omgekeerd zagen. Nu hadden de Mechelaars zelf voor waaruit zij al zo vaak gescoord had. Foutje in communicatie tijdens die defensieve transitie. Dat wil Lobrien niet twijfelen, zeg maar. Bam. Dan moet ik Dominic Lobrien natuurlijk niet geven. Als die in de match zit. Ik denk niet dat hij al een van zijn doelpogingen gemist heeft. Ja. Als je als shotter in de wedstrijd zit, dan is die ring plots veel groter en kan je razen. Ja. Andermaal de diamond play bij. Oh. Sterk van de eigen ring afnemen en scoren. Dat is wat we verwachten, denk ik. Dit zijn een aantal flitsen van. En het is nog niet gedaan. Ze willen Lightfoot natuurlijk niet meer alleen onder de komen. Walter White komt erop. Ja, Augustus had ook al 16 punten inmiddels. Kijk, voilà, daar heb je hem, Burton. En hoppa! 69-40. Wel 29 punten voorsprong voorlopig. Ja, en een 16-12 tussenstand daar in die derde quarter. Dus geen vuiltje aan de lucht voor Kangaroos, dat nog altijd zijn voorsprong aan het uittypen is. Een heel collectieve wedstrijd op dit moment van Kangaroos Mechelen. Dat kan rekenen op 16 punten van Augusta. Lightfoot, 9 punten van Mukubu, die brengt maar liefst 9 punten achter. Zet assists bij, dus 1200. Brandwijk heeft ook nog eens 8 punten. Ik heb op dit moment vooral Burton, 15 punten. En aansluiting bij te vinden met 8 punten. Atkinson 6, Poede 6. Alle andere spelers 2 punten of minder. Dat is te weinig. Hè. Wat mij ook opvalt, is dat bijvoorbeeld de scheidsrechter dat die een roep avond. De coaches hebben nog geen review aangevraagd. Er zijn nog geen kleine incidenten geweest. Klopt, maar het tempo ligt lager. Ja. Het tempo ligt lager. Als je zoveel scores toelaat, heb je geen stops, heb je geen transitiebasketbal. En de bal. Ja, die daarvan uit. Nog 3 seconden. Ik had het forceren. Doet dat ook, raakt toch nog ring.
natuurlijk, ja. Transitie. Daar is Perry. Ja, neemt een eigen rebound. Wordt afgeblokt door Lightfoot. Ja, sterk werk daar. Oh, oh. Ja, wat doen met de fout. En hij werkte Lightfoot tegen de grond. Ja, Burton die daar bij de handen op de borst van Lightfoot. Ja. En ja, al dan niet een klein bij betrokken en Lightfoot die ervan gebruik maakt om tegen de grond te gaan. Dat is meteen ook wel een vierde fout, dus zo kan het snel gaan. Ja, wat zeg ik? Vijfde fout, blijkbaar. Met die techniek. Heel spijtig voor de wedstrijd. Ja, ik wou net zeggen, als je aan de zijde van Kortrijk één speler liever niet van het terrein hebt, dan is het tot Burton nee, op dit moment. Absoluut, die zat in de wedstrijd. En die kon aanvallend krijgen. Ja, die fout is frustratie. Hè. Loopt niet lekker. Geen voet aan de grond, aanvallend of verdedigend. Nee. En ja, dan, het is wat het is, maar ik vind dat daar eigenlijk aan de kant van Kortrijk gelaten op reageert. Dat je daar niet veel kan aan. Ik vind hier komen de Mechelaars wel goed weg. Ja, dat denk ik wel. Dat leek me een zaak, blokshot op Lubrik. Kijk, van de Nabele had het toch anders. Ja. Stond er dichtbij natuurlijk, dus we zullen erop vertrouwen dat hij het aan het rechte eind had. Mokobo mag rusten. Ze staat het hier 70-40. En Yannick Dam is op het terrein gekomen. Ja, Sloubrie, daar moet je niet aan twijfelen. Die laat zo'n buitenkantje niet liggen natuurlijk. Ja, en Kangaroo is dat eigenlijk rustig aan het voortspelen. Is richting 100 punten als je het krijgt. Ja. Ik vraag me af waar misschien de zone defense blijft van Kortrijk. Ja, ik denk dat ze iets gaan moeten proberen. Ze moeten experimenteren, want... Ja. Nee. Ja. Je had het misschien al moeten proberen, want intussen zijn we al bijna 8 minuten ver in het derde kwartier. En blijf je de tegenscorers aan elkaar rijken. Maar erg dicht van de Mechelaars wel. Ze vechten daar onder de ring voor elke bal. En ze bewaren het overzicht. Sterke drive van het einde. Want er was toch een verschil in lengte. Maar dat kon van een einde niet deden. Aan de overkant wordt hetzelfde geprobeerd. Oei. De Mechelaars claimen dat de bal wordt aangeraakt, maar... Ik denk dat dat zuivere miscommunicatie was. Brandwijk gaat rusten. Ja, en Gurley. Coach Michiel is in overleg om het te challengen. Ah ja, toch? Ja, scheids de Lange had aangegeven dat Coach Michiel het mag challengen. Mag die challenge vragen daarvoor? Dus Coach Michiel ziet toch nog even wat navragen bij Lightfoot. Of er effectief een contact was die bevestigt dat. Waarop dan nu ook coach Michiels de challenge einde, effectief heeft aangevraagd. Van dus, den einde gaf ook meteen teken dat het tegen de evenzien nog aangeraakt heeft. Nu wat die challenges betreft, dat is ook zo een thema waar de meeste fans niet volledig van op de hoogte zijn. Nee, leg het eens uit, want ik als supporter bij andere gelegenheden vraag ik me af waarom dat een coach soms genegeerd wordt. Wat zijn de regels eigenlijk? Nee, je hebt een aantal criteria. Ik ken ze nu ook niet allemaal van buiten, maar je hebt denk ik 7 criteria van momenten waarop je als coach een challenge mag aanvragen. Ja, dus je mag die aanvragen. Je mag die ook alleen maar zelf aanvragen. Dus een speler mag die niet aanvragen, want je ziet soms spelers die teken doen, een challenge teken dat al onbekend is. Als speler mag je die niet aanvragen. Dus als coach, je bent de enige die bevoegd die challenge op een bepaald moment aan te vragen. Indien die voor verschillende criteria is. Maar is dat zo bijvoorbeeld bij time-outs, dat je er maar 2 mag aanvragen per wedstrijd? Ja, dat is ook beperkt. Ja. Absoluut. En je hebt een heel aantal coaches die dat ook
gebruiken als een extra time-out. Oké, ondertussen een score van Gardner. Ik ken in Nederland al coaches die die challenges ook gebruiken als extra time-out. Dat is een extra moment dat de wedstrijd een minuutje stil ligt en dat je de spelers even bij jou kan halen om en wat instructies te geven. Dus die challenges zijn zeker te gebruiken als coach. Die bal die door de vingers glipt van Van den Einde, die hem pas wilde geven. Scoren wordt toch toegekend door De Lange. Ondertussen op precies 30 punten staan ze, Kortrijk. Despalier die daar de bonus weet te benutten. We hebben Gurley terug op het terrein. Kijken wat hij ervan gaat van afbrengen. Beetje twijfel lijkt me bij beide ploegen nu. Goeie rebound daar van de Ridder. Ja. Gardner. Goeie offensieve transitie. En one. En dan zie je, als ze die stops hebben en ze kunnen lopen, dan lijkt me dat die Gardner en Curry moeilijk te stoppen zijn in transitie. Als je die jongens op je af ziet komen in die open court, dan kan het moeilijk worden. Had hun verdediging er anders uitgezien, dan had het een heel andere wedstrijd geweest. Ja, absoluut. Maar die Gardner is toch een heel stevige jongen. Hè? Zet je ook zomaar niet op zijn drive, die neemt je mee naar de basket. Die leek er zo even geen zin in te hebben, maar nu is dat helemaal anders. Nee, want wij spraken nog het vermoeden uit van misschien is hij ziek geweest deze week. Kijk weer. Oké, nu waren er meer verdedigers terug van Kangaroos. Ja, klopt, maar ja. Despalier die daar bijna alleen in offen staat. Iedereen achter de bal. Hop, Gardner, travel. Oké. Ja, pivoteerde rond zijn linkervoet en ging dan zijn pivotvoet opheffen om zijn drive te starten. Duidelijk voorbeeld van een travel. Goede call van Schijs de Lange daar. En de Lightfoot in de post. Aan de bal en van Despalier. Ah, die probeerde de Ridder te vinden. Ja, vindt hem ook uiteindelijk. Gardner had daar iets moois in gedachten. En de Ridder werkt af. Bij de poging. Nog één second. Moet geshot worden. Ja, drie minder. Oké. Geen 30 punten voorsprong meer voor de Mechelaars. 24. Maar dat is natuurlijk, die zitten in een zetel voor het laatste kwart. Ja, absoluut. En toch een quarter die deze keer gewonnen wordt door Kortrijk. 21-22. Ja. Dat is alleen maar mooi voor de wedstrijd. Ondertussen ziet u, mag er een supporter een driepuntpoging van aan de middellijn wagen. Om zo een reis te winnen. En die meneer die nu gaat schieten, die heb ik al eens zien schieten. En ik denk dat dat een basketter is. Dus ik denk, of vergis ik mij? Nou, misschien vergis ik mij. Dat zal er misschien blijken. Krijg nog een tweede kans, heb je weer. Vind je best. Dat heb ik een tijd geleden, vorig seizoen. Kreeg je maar één kans, maar omdat ik heb toch een aantal mensen de ring zien raken.
waaronder ik trouwens. Maar daarom begin ik erover, omdat je, toen kreeg je maar één kans. En de week daarna, na mijn poging, waren het er twee. Je hebt nog even getwijfeld om daarvoor een klachtenbrief op te stellen. Nee, ik vroeg me af waarom ik niet opgeroepen werd voor een ploeg. Ja, het is duidelijk, denk ik, dat bij Kortrijk de scores toch wel minder evenwichtig verdeeld zijn dan bij de Mechelaars. Gardner 13 punten, Burton 15 punten en de eerstvolgende heeft 6 punten, dat is Atkinson nog steeds en Poëde. Aan de bal. Dat naar Lightfoot, dat is hij tegen Despalier. Daar moet je iets mee doen, hè. Lightfoot, ja. Daar moet je iets mee doen. Ja, doet het ook. Sterk afgewerkt met die linkerhand. Je zag het wel aankomen, hè. Dat hij op een gegeven moment naar die linkerhand, daar kwam wel hulp defense, maar die kwam niet dicht genoeg. Hey, kijk eens, die Gardner, die begint onder stoom te komen. Ja. Die heeft onze verbazing gehoord, denk ik. Dat kon niet anders. Dat is sterk gedaan, maar ik denk een beetje te veel hooi op zijn vork genomen van Niels van den Einde. Ja, moet hij weten temporiseren. Hij moet hij weten wanneer hij zo'n actie kan maken en wanneer hij toch moet de continuïteit opzoeken. De sterk spelende Lightfoot naar de kant en Gurley ook. Gurley ondertussen trouwens met 4 fouten. Ja, Lightfoot. Die brengt hem aan de kant, maar wat aan gezicht van de Matthias Palings. Stop hem maar. Hè. Dat is een jongen die de kneepjes van het vak in eerste klasse wel al kent intussen. Hup, Gardner, andere man op de basket. Ja, stevig verdedigend werk van Palings. Lijkt zich nu ook bezeerd hebben in zijn gezicht. Ja, want die Gardner die gaat elke keer voor zijn eigen rebound. Ja. Dus die gaat gewoon door. Wat dat leek van, mij een shirt dat bijna aan flarden getrokken werd. Ik denk dat het stuk is trouwens. Het is doorgescheurd, ja. Het shirt. Dat hangt nog met een klein eindje bij Niels van den Einde aan elkaar. Die kan niet verder spelen met dat shirt. Die moet vervangen worden door Loubry. Dat begrijp ik ook niet. Dat was niet toch overduidelijk. Daar zat volgens mij geen enkele intensiteit in of geen enkele idee om die bal te spelen. Dat was gewoon even die man stoppen. Maar begrijp ik dat nu goed? Er wordt zelfs geen fout geblazen. Dan hebben we het nog niet over een vrijwillige. Nee, dus. Ja, en we zagen daar White. Volledig klaar op de weak side. Had altijd de bal moeten krijgen. Ja. Ja, en die Gardner in transitie op zijn rechterhand. Nee, niet te stoppen. Die stop je niet, hoor. Nee. Waar was die toch, die eerste helft? Die had 4 punten aan de rust. Die had daar net 13 punten. Als ik het goed geteld heb, zit hij nu aan 17, 18 punten of zo. Oh, en... Koek die had een steal, maar niet afgewerkt. Ja, Gardner 17 punten voor de vesting inmiddels. Het is de topschutter van de wedstrijd. Mooi gedraaid van Palings, jammer. Heb Gardner terug, laat het terug doorgaan. De Ridder om zijn as gedraaid, nog eens met de linkerhand. En stevig reboundwerk van Brandwijk. Dammen, het zit niet mee voor hem. Nee. Het zijn goede shots, hè? Het zijn goede shots dat hij neemt. Moest hij nemen. Het wil niet vallen. Dan hebben we de inside post-up.
Ik kom naar de weak side. Kan hij ook schieten? Natuurlijk. Ja, die time-out voor coach Michiels. Die Gardner is er helemaal doorgekomen. Is mooi voor de wedstrijd, mooi voor de supporters van Kortrijk. Misschien is dat hoogmoed van mij, maar ik vrees dat het te laat komt. Ook al speelt hij nog de pannen van het dak. Ja, absoluut. Maar je wilt toch voor het goede gevoel, wil je Mechelen zijn, de toch deze wedstrijd terug in handen gaan nemen. Want nu geef je 8 punten weg op 2 minuten. Dat is toch iets te veel. En we horen ook meteen het ongenoegen van coach Michiels daarover, die zijn troepen op scherp wil stellen. Ja, we zitten er het verst af van iedereen, maar we horen het tot hier ook. Ondertussen breakdance moves van de jeugd. Het lijkt wel alsof ze in het ballenbad zitten zonder ballenbad. Voor de mensen die zich afvragen waarom ze naar de winket moeten komen, dit is het bewijs, er is altijd iets te beleven. Ja. Ja, die Winket Kai, maar niet alleen de Winket Kai, vele basketzalen, maar dat hoef ik de luisteraars thuis niet te vertellen. Die zouden in vergelijking met voetbaltrip natuurlijk voller mogen zitten. Ja, mooi gezien van Mokobu. Ja, die leest het spelletje zeer goed, hè. Die weet wel waarover het gaat. En die legt die ballen perfect waar hij ze wil leggen. Goed gespeeld van Kortrijk. Blok, foutief, blok dan toch van Lightfoot. Maar mooi gespeeld van Kortrijk. Ja, absoluut. Hier zal coach Begijn tevreden over zijn. Was toch prima uitgespeeld van die helpside rotatie. De helpside die daar de grote jongen kwam opnemen in de paint. Waardoor de weakside speler vrij was, besloot om door te snijden naar de basket. Despalier in dit geval. Dus knap staaltje basket van Kortrijk. En ik wou net zeggen, beter dat Despalier op de vrijworplijn staat voor Kortrijk dan Bruce, die de assist gaf. Maar dan moet Despalier natuurlijk wel die tweede verzilveren. En dat doet hij ook. 80-59, nog 7 minuten gaan in het laatste kwartier. Koeken die had Loubri onder druk willen zetten en die probeerde nu hetzelfde met Mokobu. Mokobu, excuseer, maar die kreeg het deksel letterlijk op de neus. Ja, dat is power, hè. Dat is powerplay, hè. Mokobu die naar de basket gaat. Misschien zit hij met een bloedende lip, want hij stond even aan de kant. Ik denk dat hij naar de scheidsrechter probeert verhaal te halen bij de scheidsrechter. Ja, en Mokobu net zo met die tweede. Diamond play, second screen hier nu met Koeken en Bruisen. Daar heb je Gardner terug, rechterhand. Niet te stoppen. Pull up, hoppa. Hij heeft er zin in. Hij zegt dat ook toen hij arriveerde bij die aanval. Hij vroeg meteen de bal. Ja, maar toch jammer dat dat niet vroeger kon. Ja. Inmiddels zijn ze Burton kwijt. Kan je inbeelden als je een Gardner en een Burton samen hier hebt? Perry krijgt nog een kans om zich aanvallend wat te tonen. Despalier naar de bank. Jij bent een believer, hein, Perry, ik merk het. Ja. Jij gelooft erin. Je wist me te vertellen dat je fan bent van zijn schoenen. Ja, ik heb altijd wel sympathie voor spelers die terugkomen uit blessure. Want ik denk toch dat dat niet, we zitten hier op het hoogste niveau, dat dat ook niet makkelijk is.
maar dat geldt op alle niveaus, denk ik. Om terug sterk te zijn in het hoofd ook. Ja, absoluut. Hoe goed je daarvoor ook was. Absoluut. Heeft ook veel te maken met hoe de blessure is tot stand gekomen. Als het was bij contact in een rebound of een drive, dan kan er toch altijd iets wat vrees in zitten. Dus ja, goede rebound hier intussen van White. Een airbal van Mokoubou die even naar zijn handen kijkt en het stof eraf veegt. Daar hadden we Perry even. Ja. Om meteen voor drie gaan. Oh, sterk werk van Willem Brandwijk. Ja, en andermalen, die grote jongens van Kangaroos, wordt niets in de weg gelegd. Hè. Brandwijk, Lightfoot, Brandwijk krijgt hier zelfs nog de bijnaam Willem de Vlieger. Ga jij hem die bijnaam geven? Als ik een tweede kans krijg om hier te zitten misschien. Dan hebben we Air Lightfoot en Willem de Vlieger. Waarom ook niet? We hebben Perry terug in het topscreen. Gaat naar de Ridder. Nu hebben we Koeken bij de bal. Ja, pas op de knie even te laag gegeven naar die grote jongen. Tuurlijk. Hij krijgt de pas vlak onder zijn knieën. Daar kan die Bruce niks mee. Die passen geeft naar die grote jongens met een botspas, dan moet je die bal hard tegen het parket gooien. Koeken vraagt om die reactie, denk ik. Koeken geeft Palings een duw en Palings reageert met zijn lichaam. Het is nu Koeken zijn vierde fout. Het stepback is niet open. Nog 6 seconden. Domien zal er iets op moeten verzinnen. Hop, andermaal. Jabba. Voilà, ik denk dat is de derde keer. Daar wil hem vlieger. Het blijft toch onbegrijpelijk wat mij betreft hoeveel ruimte die grote jongens krijgen. Hè. Ja. Als coach van Kortrijk Zende. Is dit toch voer voor een videoanalyse en bespreking met de spelers? Ik denk wel dat dat zal gebeuren. Dit is toch dat je van naderbij moet bekijken. Hoe kan het zijn dat die grote jongens daar altijd openstaan? En dit zou zowaar de makkelijkste score van Gardner geweest zijn. Ik wou net zeggen, dat was te makkelijk voor hem. Niemand in de buurt. Een opwarmingshot van op training. Sterk van Mokoubou. Dat hij dan ook nog eens binnenvalt is mooi meegenomen. Ja, voor de ploeg, Gardner koopt er niks mee, want het verschil blijft toch groot. Time-out. Ja, die doet veel goed, maar schieten van op de vrijworplijn, dat doet Mokoubou toch ook goed. Mijn coach Begijn die rustig blijft. Je zou haast gaan denken dat dit een pre-season wedstrijd is. Waar de coach zijn tijd neemt elke time-out om alles rustig uit te leggen, maar waar nadrukkelijk weinig emotie in betrokken is. Ja. Iets wat opvallend is in deze wedstrijd hier in Mechelen, in de Winketkaai. Maar wat vreemd was, toen de time-out eigenlijk al bezig was, was coach Michiels en Yannick Damme, die momenteel niet op het veld staat, op het bord van alles aan het tekenen. En dan ging hij pas naar de spelers die wel op het terrein staan. Dat kan natuurlijk altijd zijn dat een speler een idee heeft. Hè? Een ja. speler op de bank een idee heeft en dat hij zijn coach wel attent maken op een bepaalde rotatie of op een bepaalde optie in offense. Misschien iets dat ze op training al hebben gedaan.
En dat er net een overlegmoment was, dus kan perfect, hè? Dat is perfect mogelijk, daar had ik zelfs nog niet aan gedacht. Ik dacht eerder dat hij misschien een plannetje nog met in de laatste minuten voor Yannick Damme zelf had, maar dat van jou uitlegt lijkt mij veel waarschijnlijker. Ja, om het coach Michiel zo kennen, is een coach die zeer vaak de mening van zijn spelers vraagt, die ook heel erg open staat voor feedback van spelers. En die op die manier ook zeer toegankelijk is als coach en het one-team-principe probeert te tonen, wat we zeggen. Dat was mooi uitgevoerd. Jammer voor Kortrijk dat hij niet binnenging. Brandwijk is vanuit die corner wel sterk vandaag. Niet alleen met zijn dunks, ook shooting. En nu hield hij wel in. Ja. Wat een turnover. Daar was een mirakel in de maak. Stel je voor. Dat verraste me, dat Gardner die bal afgaf. Ja, ik ben blij voor Perry. Volgens mij ga je straks nog zijn handtekening gaan vragen. Of zijn schoenen. Of zijn schoenen, dat kan niet anders. Met de handtekening erop. White is op door. White, mooi. Die White ging er wel makkelijk door. Die was die man snel kwijt. Nee, ja, dat is je merkt aan alles, dit Kortrijk is een offense team. Hè. They want to play offense, hè. No defense. Kijk eens, hap de backdoor. En die fout is me ontgaan eigenlijk. Het klinkt oneerbiedig misschien van mij, maar soms lijkt het alsof Kortrijk met een man minder op het plein staat. Ja, dat zoveel ruimte daar in de bucket. Dat is ook zo. Brandwijk krijgt een applausvervangetje. Ja, maar zo krijgen we André Kuivers op het terrein. Ja. Jongen die een dubbele licentie speelt met Gucolier. Is dat ook de eerste keer niet dat hij aantreedt? Ja, absoluut. Een van de jongens die ook bij Gucolier in actie komt. En ook Mokoubou. Een heel verdienstelijke partij, mag gaan rusten. Nu zullen we zien of er nog een plannetje voor Damme op het bord getekend is. Nu gaat die Perry wel schieten. Nu is zijn tweede poging gaat binnen. Ja, is nog even aan de stadswerken. Hè. Ja. Nog even aan de stadswerken. Sterke touch van Den Einde. Ja, en Kuivers. Ja, Kuivers met de rebound. Ja, sterk werk van Kuivers. Die zijn kans krijgt. Die meteen een schouderklopje of twee krijgt van Walter White. Mooi om te zien. Dan krijgen we ook Evert van Eyck op het terrein. Komt Walter White vervangen. Van Eyck ook zo'n jongen in dubbel licentie met Gucolier. Dat is mooi om te zien dat ze dan in een wedstrijd als fout van Damme. Dat ze in een wedstrijd als deze toch nog de twee volle minuten krijgen in plaats van de laatste seconde. Ja, zegt veel ook over de wedstrijd. Hè. Ja. Het is absoluut niet hetgeen wat we verwacht hadden voor de wedstrijd begon. Nee, we hadden ons meer dan een close game verwacht. En zeker niet aan een wedstrijd waar er nu bijna een 30er op het bord staat. De ringer tikte maar in. En Paling ziet de bal. Ook een ongewoon zicht. Ja, dat kan gewoon, hè. Met geen enkele druk op hem. Voilà, kijk eens mooie aan. Assist. Papa, volledig assist alleen. Van Kuiper. Twee aanvallen ver en twee aanvallen was Kuipers betrokken. Ja, maar het is toch een leuke avond als grote jongen, hè. Als grote jongen van Kangaroos zijn, dan moet dit toch een plezier zijn om op het terrein te staan. Despalier, moeilijk, maar goed gedaan. Komt op de vrijworpplein. Over Paling schieten is natuurlijk geen gemakkelijke opgave.
Zeker niet als Matthias Palink zijn hoofd goed zit en er zin in heeft. En bij Kortrijk hebben we nu die Jaden Garner vooral gezien in de tweede helft. Maar het is ook de enige speler, hè. Dan moet je weten dat een Perry de derde topschutter is bij Kortrijk met 7 punten. Gevolgd door Atkinson, 6 Despalier, 6 Poetin, 6 en de Ritter 5. Dat is veel te weinig. Absoluut. De Kaver zich. Van een einde. Brengt zichzelf zo ook op double digits. En zo hebben we 6 spelers in dubbele cijfers bij Kangoes op dit moment. Hard werk van Kuipers ook, die ondanks die poging. Ja. Hoe heet hij die nog drie erbij lag. Twee vrijworpen voor Matthias Palings. Palings die eigenlijk Kuipers nog wel bedanken voor die assist van daarnet en hem er ook een geven, maar dat lukte niet. Ik kan hier zo de century op het bord zetten. Wie is de eerste? Ja, hij zal niet willen trakteren, denk ik. De lokale jeugd is hier al aan het vieren. Ja. En voilà. Century is een feit. 172 jongens, ongelooflijk. Ja. Voilà, Kuipers. Kuipers met de steel. Gaat door. En er wordt een fout op hem gemaakt en gaat nog op de vrijworplijn komen. En die kan zijn eerste punten voor de Kangaroos maken. Die maakt een goede beurt, vind ik. Ja, dat is wat je verwacht hebt van zo'n jonge gast. En voilà. Niet twijfelt, hè? Absoluut niet, hè. Een jongen die ook in tweede klasse best wel wat punten weet te scoren in elke wedstrijd. Onder meer een dragende rol bij het gekolier van Steve Ibis. Van de Nabil die daar nog een fout had gezien. Exact 30 punten verschil, zoals het eigenlijk al lang is in deze wedstrijd. Vijfde fout. Voor nummer 13. Ja, ik weet niet of dit correct te zijn. Nummer 13 bij Kangaroos, voor alle duidelijkheid. Op het scorebord hebben ze die bij Kortrijk gezet, wat uiteraard niet kan. En zo is de wedstrijd hier gespeeld. Oké. Het is een andere wedstrijd geworden dan we hadden verwacht. Op basis van hun plaats in het klassement. Absoluut, maar op basis van de wedstrijd die we hier nu hebben gezien. Zou het nog een heel moeilijk seizoen kunnen worden voor Kortrijk. Want vandaag op geen enkel moment aanspraak maken op meer. Ik vond de collectiviteit en de defense een stukje afwezig. En zij moeten toch vooral beroep doen op de individuele flitsen van een Gardner, van een Burton. Jongens die individueel het verschil wel kunnen maken, maar dit was vandaag absoluut geen teamprestatie. Zij zullen dat moeten analyseren, moeten bespreken. Ondanks die zwakkere verdediging misschien, hebben we bij Mechelen een mooi collectief spel gezien. Geen egoïsme en dat belooft dan eigenlijk denk ik wel voor de toekomst. Absoluut, dit is als Mechelen zijn de referentiewedstrijd, hier kan je opbouwen. Je hebt maar liefst 6 spelers in dubbele cijfers en een 7e speler met 9 punten. Ja. Dus even voor de volledigheid.
topschutter bij Mechelen. Gwen Bos Mukubu. 17 punten, 11 rebounds, double-double en 7 assists. Dus, en die aanvallen, die punten die hij zelf maakt, ik zou zeggen dat ze dan nog op kousen moeten. Absoluut, absoluut. Lightfoot, 16 punten, 9 rebounds. Augustas, 16 punten. Brandwijk, 14 punten. Loubry, 12. Van den Einde, 12. Malings, 9. White, 4. Kuivers, 2. Dan even de stand van Kortrijk erbij nemen. Zien we Gardner met 23 punten. Dus nog 19 punten gescoord in de tweede helft. Burton 15, Coëdet 9, Rieder 7, Despalier 7, Perry 6 en Atkinsons ook. Espen Atkinson ook 6. Dat lijkt me voor iemand als Atkinson de starting center ook wel een beetje te weinig. Ja, absoluut, maar ja. Wordt hij vandaag goed verdedigd door Matthias Palings, door Willem Brandwijk, door Lightfoot die te hoog zijn. Als we nu naar het terrein krijgen, lijken we dat het een soort schroeftraining is. Dat ze vrijworpen moesten schieten. Ja, dit wordt toch een lange rit richting Kortrijk nog voor die jongens. Dat mag je niet onderschatten. Nee, want laat ons eerlijk zijn. Het was tegen een directe concurrent in het klassement en niet tegen de leiders. Hè. Absoluut. Dit zijn belangrijke wedstrijden. In het voetbal zou men spreken over een zespuntenwedstrijd. Dus, Maar goed, zoals ik zei, Kangaroos, we zullen het niet aan hun hart laten komen. Klinkende 102, 73 overwinning. Dit, hier kan je opbouwen. Dit zorgt voor het goede gevoel bij de spelers en staf. Hier kunnen zij zeker mee verder. Ja. Voor de volledigheid nog even de scores weergeven in de andere wedstrijden. De Antwerp Giants hebben de overwinning thuis weten te houden bij een score van 81-71 tegen Luik. Okapi Aalst is maar met 1 punt verloren thuis tegen Limburg United. 82-83. Dat is een verrassing. Aalst was er zeer dichtbij. En Oostende heeft ook thuis de overwinning weten halen of weten houden met een score van 91-75 tegen de Leuven Bears. Dus... geen verrassingen zou ik zeggen. Nee. Allemaal normale uitslagen. Misschien de grootste verrassing is deze wel. Dat Mechelen zo vlot de overwinning heeft weten thuis houden. Goed, dan sluiten we af voor vandaag. Wim, ik wil je bedanken voor uw deskundig commentaar. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik heb er zeker van genoten. Is dit voor herhaling vatbaar? Absoluut. Top, dat nemen we mee. Er is er maar enkel u nog te bedanken, de kijker. Ik wens u nog een fijne avond en een prettige zondag. Tot ziens. Tot ziens allemaal.